Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan vandaag naar Bart Keil. En hopelijk kunnen we op de foto. Ik ga mijn blauwe kaart weer gebruiken. Want ik weet natuurlijk niet hoe druk het gaat zijn. Dus we zien het vanzelf wel hoe het gaat zijn bij Bart Keil. Dus ik neem hem nu mee. Tot zo. Dus we hebben het gedaan voor de machine, dat moet je met z'n steekkoppen. Dus ik wil allemaal heel goed. Maar ze lopen met z'n allen in de rij. Geen steekkoppen, dus wat ga ik doen? Ik sta nu momenteel in de rij en ik ga het zo proberen. En we zien wel of het lukt. Ik heb ook al best een vraag gekregen en we zien wel of dat het lukt. Dus zelfs Tine is die aan de zijkant van de kaart. Jullie waren de mensen, zeggen ze, en ik blijf op het. Dus we staan hier in de rij. Mooi om de rij te wachten. In de laatste, dus daar ben ik niemand meer. Dus ik kan geen probleem zijn. Zo zei ik, wacht ik bedoel je op een andere manier. Zie je? Mag ik ook voor de mannen. Ze zijn erbij na. Hallo. Ja. Wat gaat dat lukken zo, man? Ja. Ik kom dus net van bij Bart Keil. Het was een heel opgave, alleen al om erbij te geraken. Het begon eigenlijk al toen ik die mevrouw aansprak voor mijn blauwe kaart. Want jullie weten wel dat ik door mijn autisme een blauw pasje heb. En daar gingen we weer. Ze was aan het kijken, wat is dat, wat kun je daarmee doen? En ja, dat was zo echt weer zo ergo in hun hoofd, omdat dat blijkbaar nog niet zo heel bekend is. Dan was er nog een tweede probleem. Je moest een cd kopen. Maar ja, niet iedereen heeft het geld om een cd te kopen. Ik ook niet. Bij mij is dat een ander verhaal. Ik moet het allemaal vragen, dus ik kan niet zomaar zeggen, ah, ik koop het een cd van Bart Keil. Ik hoor hem super graag. Het is echt een super top gast. Een lieve gast. Zeker geen tik op Bart Keil. Laten we dat even duidelijk stellen. En ook niet op zijn management. Dus uiteindelijk zag ik dat mensen minder en minder gingen aanschuiven. En ik dacht, ze in kom. Gewoon doen. Waarom gewoon doen? Omdat ervoor waren er een paar tieners die gewoon aan het podium stonden. Oh, die konden gewoon een selfie pakken met Bart Keil. Die moesten geen cd kopen, ze. Er waren nog mensen die daar stonden die geen cd moesten kopen. Dan denk ze van, ja, maar waarom zij niet en ik wel? Wat was het verschil tussen mij en die mensen? Ik vind altijd iedereen is hetzelfde op dat vlak. Buiten dat je natuurlijk, ja, like mij en andere mensen een beperking hebben, waardoor ze niet lang kunnen wachten. Dat is een ander verhaal. Dan ben je een beetje anders. Dus, ja. Maar uiteindelijk, allez, uiteindelijk, ik had de moed erin gehouden. Kom aan, dacht ik in mijn eigen van... Ofwel word jij een tweede keer geweigerd, ofwel graag je erbij. Dus met heel veel moed ging ik daar gewoon wachten. Ik heb daar heel lang gewacht, want ja, we kennen allemaal Bart Keil. En als je hem niet kent, zoek hem even op. Dat is een kusje hier, een kusje daar, een babbelje hier, een babbelje daar. Ik vind het echt wel heel leuk om hem zo te ontmoeten. Dus echt wel een kusje hier, een kusje daar. Een beetje aandacht van iedereen geven. En dat is mooi aan die artiesten. Dat is echt heel mooi, want veel artiesten doen dat tegenwoordig. Dat is allemaal rap, rap, rap. Fotoken, up, weg. Een handtekening, up, salut. Nee, zo gaat dat niet. Maar je zegt dat ook wel. Dat dat echt een liefde in zat. Dat hij heel veel liefde had voor zijn fans. En dat vind ik echt wel het mooiste aan zo'n artiest. Dat je tijd neemt. Want uiteindelijk, die mensen kopen een cd. Of die komen uit optredens. Like wat ik heb gedaan, ik heb heel veel gestemd op Bart Keil met Zomerrit. Dus ik vond het eigenlijk aan de ene kant ook wel leuk om hem dan nog een keer te zien. Met Zomerrit was ik net te laat om op de foto te geraken. Dus ja, en met de Parkies, nee, dat was met de Parkies, dat was... ik heb hem al 3 keer zien optreden eigenlijk deze zomer. Tijdens een vredesfeest, dat was het super, super druk. Dus ja, van drukte...
Dat ging nogal redelijk, het was wel druk, maar niet dat je kunt zeggen, zoals mijn Polintijd of zo. Maar dat hoeft ook niet. Een artiest is op zijn eigen en op zijn eigen manier. En die maakt heel mooie muziek. Dus uiteindelijk, stop. We gingen naartoe, heel ontmoet. Die mevrouw vraagt van, ja, ik denk dat dat zijn zus is. Ik weet het niet, of zijn nicht, of weet ik veel wie er stond. Allee, ze leek op Bart Keil. Ze zegt van, heb jij een cd gekocht? Ik zeg, nee mevrouw, ik heb geen cd gekocht, wegens dat ik dat niet kan betalen. Maar dat is niet erg, zei ze, helemaal niet erg. Jij moet gewoon op de foto gaan, dan zeg ik dat gewoon. Dat ze mijn eigen van, maar waarom doen die van de standaardboekhouder dan zo moeilijk? Als ze jij gewoon, want ik dacht, ja, eerst in het begin dat het door hun kwam. En die was heel vriendelijk, ga je gewoon gewoon, dat was geen probleem. Dus zei die naar Bart Keil, het is voor een foto. En ik dacht zo van, wow, dit doet helemaal niet zo moeilijk dan wat zij doen. En dan ja, ben ik op de foto geraakt. Zal de foto even laten zien. Het is een mooie foto. Het is met de gsm getrokken. En dat was echt wel heel leuk om te zien dat dat helemaal anders is. En dan dacht ik zo in mijn eigen, ja, waarom doe ik nou zo moeilijk? Ik ga ze laten omdraaien en dan kan ik het gemakkelijker zien. Zo, hier is een foto met Bart Keil. En er zijn er een aantal getrokken. Ja, de belichting, kijk eens hier. Hij is echt zo vriendelijk en aan het praten tegen de camera. Ik weet natuurlijk niet of de beelden, die beelden goed gelukt zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik nog eens kijken. Want terwijl ik die video opneem nu, weet ik niet wat ik daarvoor heb gefilmd. Maar ik zeg alles er gewoon in hoe dat dat is. Want deze moet nog een beetje leren. Dus ja. Maar het ging eigenlijk wel heel goed en ik ben heel trots dat ik hem heb kunnen ontmoeten, want hij is ook wel een beetje een voorbeeld. Ik hou heel van Nederlandstalige muziek, zo lekker Meteor, K3, Bart Keil. Als maar Nederlandstalig is, dan hoor ik het altijd heel graag. Maar voor mij is het ook heel belangrijk, daar kijk ik ook altijd naar, ook als ik stem op Zomerhit, van maakt de artiest tijd voor zijn fans of niet? Dat is heel belangrijk, want uiteindelijk de fans kopen de cd of fans zijn daar, hè. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Dus ja, het was heel leuk. En wat ik ook nog heb, is, ja, ik ga één ding niet laten zien, want de persoon die kijkt naar mijn vlogs. En die persoon mag dat nog niet weten. Dus we hebben zo een handtekeningkaartje. Ik ga het hier laten zien, want ik zou het een handtekeningkaartje van Bart Keil voor mezelf. En we hebben ook nog een dit meegekregen. Dat is wel heel tof. Dus ik ben wel heel blij dat het gelukt is. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat me ook even weten wat je van de kwaliteit vindt. Dat is ook heel belangrijk. Tot ziens.